Rolf, heb je niet ontzettende buikpijn van deze grap? Heel erg. Zeg maar niet alleen van deze grap, maar ook... Goed zo. Het eten. Je zit in je rol. Eén ding, je hebt een hele grote verantwoordelijkheid. Wes moet op dat bootje blijven. In zijn eentje, want anders hebben we geen grap. 100%, gaan we lukken. Oké, dan ga ik naar het onbewoonde eiland. Dan zie ik je daar straks als het allemaal goed gaat. En jij gaat naar de... Oké, doei. Terwijl Wesley en Rolf hun telefoons uit voorzorg achterlaten op het droge, zwemmen onze duikers naar het geprepareerde roeibootje. In afwachting op de go van Wendy. Check. Het bootje ligt al op onze voetbalvriend te wachten. En zoals dat gaat in een documentaire over het echte leven, worden de sterren van de show natuurlijk per luxe sloep naar de plaats van bestemming gebracht. Maar eerlijk is eerlijk, Wesley is wel lekker bezig met zijn eigen hengel. En verzorgt natuurlijk zijn eigen stunts. Hij heeft evenwicht. Ik heb dat niet. Nu jij nog vindt. Jezus. Nee, bro, echt waar. Wat zijn Wes en Rolf toch gewoon gebleven in zo'n roeibootje? Gooi die hengel maar uit, jongens. Hey. Ja. Nou, dat ziet er toch heel gezellig uit. Met z'n tweetjes. De vis. Wat een mazzel hebben we met dit weer. Het is toch niet normaal? Het is wel lijp, hè, bro? Hoe wij bevriend zijn geraakt. Ja, echt, hè? Dat is echt lijp. Kijk, deze heb je ook nog. Dan kan ik iets makkelijker met je pushen. Oh, top. Thanks. Krijg je maar binnen? Ja, man. Kijk, dit is het leven dat de fans willen zien. Geen fake, maar echt plezier. Want Wesley heeft in zijn carrière heel veel glitter en glamour gezien. Maar dit is de pure essentie van deze grote balvirtuoos. Lekker hier naartoe, die vissen. Wesley weet helemaal hoe hij dit moet aanpakken. Professionele visser. Een biertje, bro? Ja, lekker. Cheers. Lekker toch? Een biertje? En dan straks volop genieten van verser dan verse vis. Als Rolf het tenminste zo lang volhoudt. Ik heb mijn buik, man. Kanon. Heb je nooit gehad dat je sushi even ergens hebt gegeten? Ja. Waar? Buitenland. Kanon, man. Buitenland. Maar het is gevaarlijk. Je moet niet overal sushi eten. Ja, maar ja, deze stond goed aangeschreven. Eerlijk, je mist het wel, hè? Een beetje voetbal. Voetbal niet. Oh, voetbal, echt? Nee. Voetbal, gewoon het leven. Natuurlijk, het leven. Een beetje met elkaar in de kleedkamer en trainingskampen. Ja, tuurlijk. Die mis ik wel, ja. Maar het voetbal op zich niet. Gelukkig, hè. Dat, weet je? Ja, dat is gek. Als je het mist. Stel je voor, jij stopt straks met zingen. Omdat je maakt die bewuste keuze en uiteindelijk ga je het missen. Weet je? Ja. Dan is het gevoel nog. Rolf is zenuwachtig. We gaan precies niks vangen. Ja, rustig aan. Vis is geduld, vriend. Ja, dat heb ik niet. Nee, dat moet je gaan leren. Hij ging naar beneden, bro. Dan moet je omhoog. Dan moet je niet zo zachtjes omhoog doen. Zo gaat het haakje in zijn bek. Ja, maar ik wilde gaan even kijken. Jij kon toch niet 20 jaar geleden of 15 jaar geleden kon jij toch niet zeggen waar je nu zo staat? Nee. Dat kon je toch niet... Nee, dat is waar. Ja, tuurlijk. Had je misschien gedroomd, maar je weet niet, dat weet je niet op dat moment. Lekker, hè, zo die mensen, oude mensen, bootje. Ja, lekker, hè. Frio, frio, como el agua del río. Oh, caliente, como el agua de la fuente. Frio, frio, como un beso que calla. Yeah! De eerste keer dat jij met mij meezong was Paul Vidarte, heb ik. Por eso tomo Paul Vidarte. Oh, we gaan zo vallen, hè? Met jou Paul Vidarte. Maar niet vallen. Oké. Okay. Ja. Oh, mijn buik, brada. Bro. Ik heb echt wel een beetje buik. Ja, maar hoe is het echt heel ver? Oh. Moet jij even eerst die shotje? Ik breng jou eventjes weg. Oké, dit gaat goed komen. Ben ik echt snel terug, bro, of niet? Ja, zeker. Ja, ik heb gewoon alleen een klein beetje. Zie je zo, bro? Ja. Het eerste deel van ons plannetje is gelukt. Bro Rolf is ontsnapt. En Wesley vindt het allemaal wel prima. Lekker vissen
met een biertje. Het is je gelukt, Rolf. Heel goed. Precies volgens plan. Sushi gegeten, man. Ja, man. In België, ja, man. Als je moet, dan moet je. Dat hoef je Wesley niet uit te leggen. En trouwens, al dat gebabbel schrikt de vissen af. Dus Wesley vindt een momentje rust helemaal prima. Daar komt hij aan. Kijk uit, maar even hierop. Maar Rolf en Wendy zijn niet de enigen die beet hebben. Joehoe. Hij heeft een vis. Als bewijs. Een betere afleiding hadden we niet kunnen bedenken. Want zolang Wesley dat kleine sardientje de lucht inhoudt alsof het de Champions League trofee is en teruggooit voor de volgende visverdette, is hij totaal niet bezig met zijn omgeving. Denk je dat het tijd is om de duikers... Ja, ik ga geen ja zeggen. Ik durf gewoon geen ja te zeggen. Dit gaat niet tegen mij gebruiken. Dat is wel erg oorlog. Je bent zenuwachtig. Ja, ik ben echt heel zenuwachtig. Je moet mijn hart gewoon voelen. Dat is echt niet normaal. Onze duikers hebben de voormalig kapitein van het Nederlands elftal inmiddels bereikt. En trekken snel de stop uit zijn sloep. Oh nee. Nee, nog niet. Blijf hier. Dit mag niet. Nee, Rolf, nog niet. Het bootje drijft nog. Dus laat Wesley nog even lekker hozen. Kijk, en hieraan herken je een echte topsporter, hè? Wesley, blijf maar gaan. En gaan. En gaan. Schiet op. Wat is er aan de hand? De boot loopt vol met water. Nou, zo langzamerhand is het meer. Het water loopt vol met boot. En toch geeft onze Wesley het niet op. Ik ben bang dat ik over een jaar helemaal kapot gemaakt ga worden. Ja? Ik was het meest bang voor zijn reactie, die is cool, gelukkig. Ja. Maar ik ben het meest bang voor wat hij gaat doen. Hé, hey, wie het laatst lacht, hè? Ja, daarom. Ja. We zijn pas begonnen. Ja, we zijn begonnen, maar het is gelukt! Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.